In Gajazo wordt momenteel veel gebouwd en verbouwd. Meest in het oog springend is een nieuw apenverblijf in het centrum van het park. Nou ja, dit is het nieuwe project wat we dit jaar gaan openen. Wij noemen het Rainforest Amazonia. Hier gaan we nog een soort houten vlonder. Die komt een meter hoger dan waar we nu zitten. Dus er komt nog veel meer water in deze omgeving dan wat je hier nu ziet. En hier loop je eigenlijk als bezoeker tussen aan de ene kant de bushdogs en aan de andere kant verblijven voor twee nieuwe apensoorten. Dat is een zwarte brulaap. Een dier wat vrij aanwezig is, vooral door zijn gebrul heel imponerend is. Mannen zijn zwart, vrouwen zijn blond. En dat combineren we met manteltamarins, een hele bedreigde diersoort die leeft in Zuid-Amerika. Die kan hier straks tot helemaal boven in die hoge sequoias kunnen ze klimmen. En de bezoeker is eigenlijk deelgenoot van van de wereld waarin de apen leven. Dus dit hele gebied is voor de apen, tot in de hoogste toppen. En daarachter zie je eigenlijk het binnenverblijf waar we voor de dieren aan het bouwen zijn. Zodat ze de dieren niet buiten zetten, je altijd de dieren binnen kunt zien. Gaia blijft vernieuwen en innoveren om het bezoek steeds opnieuw aantrekkelijk te maken. Ja, eigenlijk vinden we het leuk om elk jaar een dierentuin nog iets interessanter te maken. Wij zijn gewoon afhankelijk van bezoekersaantallen. We hebben geen subsidie of andere bronnen van inkomsten. Dus de bezoeker en het kaartje wat die betaalt, dat is hoe wij kunnen voorbestaan. En om de bezoeker te blijven verleiden en elk jaar weer te motiveren om deze kant op te komen, proberen we ook elk jaar weer iets nieuws toe te voegen in de dierentuin. Nieuw? Maar niet zichtbaar voor de bezoeker, wordt het dierenopvangcentrum. Het komt heel vaak voor dat dieren tijdelijk even uit de collectie moeten worden gehaald. Omdat ze op transport gaan of omdat er ruzie is binnen een groep. En dan hebben we nu een heel mooi gebouw waarin we de dieren voor een tijd kunnen onderbrengen met alle faciliteiten die erbij horen. Er is in Europa een samenwerking en uitwisselingsverband tussen 350 dierentuinen. Echter, soms gooit het landelijke vergunningenbeleid roet in het eten. Het gaat nu op een dusdanig bureaucratisch niveau dat het echt tot enorme vertragingen leidt. En dat is wel vervelend, omdat de dieren eigenlijk niet kunnen wachten op die vergunningen. Die zitten nu in een dierentuin, moeten daar weg omdat de groep gewoon te groot is geworden. Wij hebben een plek voor ze gemaakt, maar we moeten nu wachten op het papierwerk totdat vanuit de ambtenarij dat allemaal geregeld is. En dat is wel een beetje vervelend daar nog. Kavia! Ja, zo, wat is dat? Wat is het? Bezoekers merken soms op dat er op momenten weinig dieren te zien zijn in het park. Maar dat heeft te maken met de visie van Gaia. Ja, kijk, die dieren zijn er wel. Alleen wij kiezen ervoor om niet te veel diersoorten te hebben en de dieren een heel natuurlijke omgeving te bieden. Dat maakt dat je soms moet zoeken en dat de dieren ook de kans hebben om zich terug te trekken door bijvoorbeeld in de schaduw op een warme dag, zoals we de afgelopen dagen hebben gehad, in de schaduw te gaan liggen totdat het wat afkoelt. Ja, dat is dan wel heel vervelend voor de bezoeker, want die is op het heetst van de dag, is die hier en die ziet dan bijvoorbeeld die leeuw niet liggen. Kijk, het alternatief is dat je verblijven bouwt waarin je de dieren altijd kunt zien. En dan kom je eigenlijk uit op waar we helemaal niet meer naar terug willen gaan. Kale hokken, tralies en dat soort dingen. Dan zie je de dieren altijd, maar wij geloven dat onze inzicht is dat we mensen willen laten ervaren hoe bijzonder onze aarde is. En dat doe je volgens mij alleen maar door dieren in een hele mooie, waardevolle, natuurgetrouwe omgeving te laten zien. Met als kans dat je ze soms dat je iets langer moet zoeken. En een idee over de kosten van het hele project? Ja, als ik alle projecten die we de komende twee jaar gaan uitvoeren, praat je wel over een miljoen of 4,5 wat we gaan investeren. Dat is dus zowel de dingen voor de schermen als de dingen achter de schermen. Dat is veel geld. Hebben lang voor moeten sparen. Wij lenen nooit geld. We verdienen het eerst en als we genoeg gespaard hebben, gaan we het pas uitgeven. Dat hoort erbij. Maar we krijgen ook elk jaar 500.000 bezoekers. Dus dat is de andere kant van het verhaal. En alles wat jullie doen in het belang van de dier? Dat staat altijd bovenaan. Ja.